Jurgen, komende zondag tegen Feyenoord, hier thuis in Tilburg. Allereerst is jouw ploeg, hoe staat het er fysiek voor? Frank van der Struijk is een vraagteken. We hopen dat hij het haalt. En Obetje zal er nog niet bij zijn. Bruno Andrade, ja, die kan volgens mij ook nog geen hele wedstrijd spelen. Ja, dat is wel weer op de weg terug. Van de week tegen Cambuur was het moeizaam, de week ervoor ging het beter. Hij kan spelen, maar of dat 9 minuten zou zijn, ja, dat zullen we zien. Dat is fysiek, maar misschien wel belangrijker. Mentaal, hoe staat jouw ploeg voor? Zijn ze klaar voor het slot van die competitie? Moet. Zo simpel is het. We kunnen niet weglopen, we willen niet weglopen. En we gaan niet weglopen, zo simpel is het. Vorige week tegen Cambuur was het een hele matige vertoning van ons. Dat is een incident volgens mij. En laten we hopen dat we tegen Feyenoord voor een stunt kunnen zorgen. Ja, want die heb je nodig, hè? Ja, dat heb je goed gezien, ja. Hoe gaat die voorbereiding? Doe je nog iets speciaals of zeg je van nou, we doen eigenlijk gewoon zoals we normaal doen? Nou, ik denk in deze fase dat we gewoon moeten doen. Dat we normaal moeten doen. Dat we de druk er een beetje af moeten halen. Want die staat er toch wel op. Dat weten we allemaal. Daar kunnen we omheen draaien. Voor ons is gewoon de taak om normaal te doen. Taken uit te voeren. Doen waar we goed in zijn. En dan proberen van Feyenoord te winnen. Voel jij een beetje angst in je ploeg of is die verdwenen na het gelijke spel tegen Cambuur? Nou, dat is tegen Cambuur. Ik weet niet of dat angst was, maar zag er niet goed uit. De week daarvoor was dat helemaal niet. Dus was uit bij PSV. Dus ja, elke wedstrijd zal anders zijn. Je tegenstander, Feyenoord, hebben natuurlijk de beker gewonnen. Is het nou een voor- of een nadeel? Ja, dat zal ik jou vertellen om 4:30 zondag. Dat kan beide kanten op gaan. Dat kan ook ontspanning met zich meebrengen. Hè. Die kan goed zijn, die kan minder goed zijn. Belangrijk is dat we lekker naar onszelf kijken, ons eigen ding doen, ons goed voorbereiden. Onze taak uitvoeren in die wedstrijd. Ja, en dan hopen dat we aan het langste eind trekken. Ik kan me toch voorstellen dat er wel, ja, als stiekem gekeken wordt, zondag ook naar wat jullie tegenstanders doen. Hè? Hou je dat in de gaten, wat Excelsior bijvoorbeeld doet thuis of de uitslag van Roda? Ja, misschien moet ik daar gaan kijken. Nou, af en toe een balletje in het veld rollen. Misschien zal dat helpen. Bommetje gooien? Ja, bommetje gooien. Ja, ja, dat soort dingen. Ja. Daar hebben we geen enkele invloed op. Dus we moeten lekker naar onszelf kijken. Ja, jij laat je niet op de hoogte houden tijdens de wedstrijd? Nee. Wat verwacht je van Feyenoord? Een goed voetballende ploeg die inderdaad de beker hebben gewonnen. Dus die met veel, ik denk met veel vertrouwen hier komen om er een mooi slot van te maken. Spelen ook volgens mij nog wel om de derde plaats. Hè. Volgens mij is dat nog wel redelijk spannend. Dus die zullen ook graag willen winnen. Dus ja, Feyenoord uit tegen Willem II, die behoren normaal te winnen. Dus aan ons om het zo lastig mogelijk te maken en nogmaals voor een stunt te zorgen.